Het is tijd voor de action. Yeah. Hey hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het weer hebben over True Wireless Earbuds van The Action. In ieder geval, deze kom ik bij The Action tegen van het merk Fresh and Rebel. En ik heb in het verleden ook wel eens een koptelefoon hiervan gereviewd en die was kwalitatief best wel goed. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze uiteindelijk dan ook gaan klinken. Maar wat gaan we dan krijgen? Om te beginnen een hoop plastic fantastic. Ik heb echt een schurft aan deze blisterde verpakkingen. Maar in ieder geval de Fresh and Rebel True Wireless Earbuds. Wat me ook opviel is dat de docking heel erg klein is. En dat vind ik dan persoonlijk ook wel heel erg prettig voor als je mee wilt nemen. Is een goede vormgeving en natuurlijk hoe compact die ook is, is gewoon prettig. In ieder geval Voice Assistant is mogelijk bij deze oordopjes. Hij heeft een speeltijd van 4 uurtjes met de oordopjes zelf. En met fully recharged kunnen we zelfs de 24 uur halen. Althans, dat beweert de verpakking. Maar ik denk dat je dat eigenlijk een beetje met een korreltje zou moeten nemen. En de reden waarom is, stel je accu wordt wat minder, ja, ga je die 24 uur gewoon niet meer halen. Uiteraard, hoe hard zet je hem is ook heel relevant. Er zijn allemaal kleine factoren die zeker meetellen. Maar hier aan de achterkant staan ook alweer wat extra informatie. Hij heeft dual master, zegt me persoonlijk helemaal niks. Dus ben benieuwd of deze dan ook echt wel zo goed gaat klinken. Als ze maar in ieder geval verbinden, dat is ook wel heel belangrijk. Touch control, dat is iets wat je ook niet veel terug ziet komen, goedkope doppies. Voice assistant, al eerder vermeld. En hier hebben we de charging time als het gaat om de box. In ieder geval de docking station 2 uurtjes en de charging time voor AirBuds is 1,5 uur. Dus dat zijn ongeveer de laadtijden voor de docking station, al zijnde de AirBuds. Wakka, 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 wakka. Laten we in ieder geval eens even uit gaan pakken. En we gaan de uitdaging kijken of we minimaal kunnen knippen. En zo die you zeg. Nee, mijn schaar is niet bot, maar het plastic is zo gruwelijk hard. Jongens, jongens, wat plastic hebben ze gebruikt, man? Yo, ik krijg hem toch gewoon niet geknipt. Dat krijg ik nou echt gewoon piep, 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 piep van. Zo, dan gaan we eens eventjes dan maar snijden. Dat is een van de opties. Maar je ziet gewoon, dit plastic is zo hard dat ik het gewoon niet fatsoenlijk open krijg. Nou, ik krijg wel beweging erin. Dan gaan we het heel voorzichtig doen. En zo gaan we maar een paar keer erlangs. Normaal wil ik de randjes eraf knippen. En dan kan ik namelijk heel eenvoudig kan ik hem openvouwen. Oh, nou, dan laten we het eventjes uit elkaar gaan trekken. Dan heb ik hem hier nog niet gesneden. Maar nu kunnen we hem uiteindelijk wel eindelijk openmaken. En kijk altijd heel erg uit naar dit plastic, want dit echt is gewoon scherp, hè. Je steekt er gigantisch snel mee in je vingertjes. Oké, nou. Meer plastic. Even kijken. Nou, wat ik al aangaf is dat de docking er gewoon heel erg tof uitziet. Dus daar ben ik nog steeds wel eigenlijk tevreden mee nu ik hem eenmaal in mijn handen heb. Eens kijken of dat hij ook magnetisme heeft. Dat is dan ook wel heel belangrijk. Het is een beetje de Apple AirPods varianten die we wel eens eerder hebben gezien. Alleen net iets anders. Ze zijn nog niet geladen, dat zie ik wel. Of in ieder geval, ze zullen een beetje geladen zijn. Maar je ziet, hier hebben ze plasticjes over gedaan. Dat is wel slim eigenlijk, want als je hem namelijk in de docking stopt en je verscheept hem, dan trekt hij niet de docking station leeg en soms ook wel eens kapot. Knopje aan de achterkant. Dan hebben we hier nog even wat handleiding en informatie. Legal, compliance en information. En hier krijgen we dan uiteindelijk een hele kleine inimini lettertjes over de informatie over de doppies. En het eerste wat mij ook opvalt is dat deze Bluetooth versie 5.1 is. En dit is volgens mij van het jaar de eerste 5.1 versie. Goedkope dopjes die ik heb gezien. 10 meter bereik. Ik heb hem volgens mij op zijn Tsjechisch staan, dus dat is ook niet heel praktisch. Italiaans, op zijn Pools. Ah, Nederlands. Laten we maar 4 opzetten. Dat is misschien wel makkelijker. En eens even kijken wat we nog meer krijgen. Nou ja, goed standaard bereik. Wat ik al aangaf, de driver diameter is 10 mm. En de gevoeligheid is 82 dB tot plus minus 3 dB. Dus er zijn best wel wat opties wat het gaat om deze units. Impedans, 32 ohm. Dus qua specs, ja, of je het goed vindt, dat is natuurlijk voor jou persoonlijk bepalend. Dus het eerste wat we gaan doen is even de plasticjes eraf halen, want anders kunnen we ze überhaupt niet gebruiken. En dan ben ik heel ook benieuwd hoe deze gaan klinken en gaan zitten. Zoals ik al aangaf, het zijn een beetje Apple AirPod clone dingen en dat is echt per persoon verschillend hoe je hem vindt. Daarnaast soms heb ik ook wel eens last van deze irritante vakjes. Dus dan gaan we eens eventjes kijken hoe ze in mijn ogen zitten. Gaan we kijken of we hem sowieso kunnen laden of dat ik gelijk heel de boel moet gaan chargen, want dat kan ook wel eens gebeuren. Het magnetisme werkt echt gewoon
supergoed. Het doosje voelt echt goed aan. Aan de onderkant krijgen we zelfs een Type-C met laden. Dat vind ik ook heel prettig. Ik ben een groot fan van de Type-C. Dus dat is in ieder geval hetgene wat we gaan krijgen. Aan de achterkant hebben we dat informatie. Het zijn gewoon de True Wireless, Fresh and Rebel. Ik vind dat een beetje jammer dat ze wat simpele namen gebruiken. Vaak ook met koosmerklozen heb je dat ook vaak. Dan noemen ze het gewoon AirBuds. Dan denk ik van ja, oké, noem het dan. Geef het een naam. Weet je, dat mensen het kunnen herkennen. En voordat ik het helemaal vergeten, hebben we hier de LED-indicatie. Zodat je weet wanneer ze klaar zijn met laden. Dus ze zijn er klaar voor, jongens. Dus laten we ze even gaan koppelen. Maar goed, wat me dus opvalt is dat ze wel opgeladen zijn meteen. Dat vind ik heel prettig. Laten we eens kijken wat we ze kunnen koppelen. Uiteraard moet je ze altijd even uit de docking station halen, anders gaat het niet werken. Helaas krijg ik het idee dat ze niet gevonden kunnen worden op een of andere manier. Ofwel, EDFNR AirBuds. Hey, duurt eventjes. En ze zijn gekoppeld. Voor de rest zie ik ook geen een of ander ledje of zo. Voor een indicatie, had ook wel handig geweest. Stop je ze terug in de docking, gaan ze waarschijnlijk ontkoppeling mode. En dan gaan ze weer laden. Dus dat is in ieder geval de functies en wat je ermee kunt. Maar ik heb ze nu eventjes ingehad om voor de geluidskwaliteit, maar ook hoe zitten ze. Nou, waar ik eigenlijk ook een beetje bang voor was, en ik gaf het al eerder in deze video aan. Wat ik altijd heel irritant vind, zijn deze zij. Ja, die ruimtes, dat is waarschijnlijk voor misschien wat meer bas te genereren. Ja, en ik merk gewoon, is dat dit zit af en toe toch wel een beetje te vervelen in mijn oor. En daarnaast, ja, de vormgeving. Bij mij blijven ze wel in mijn oren zitten als ik ze er goed indruk. Alleen, ze vallen er toch soms wel eventjes uit. Dat vind ik zo jammer namelijk. Bij sommige oordopjes heb je echt zo'n rubberen siliconen conus. Ja, verschillende maten en die past gewoon echt perfect. En daardoor krijg je dan echt een goede afdichting. Het geluidskwaliteit, ja, daar probeer ik je zo meteen laten horen. Wat ik wel opval is dat het klinkt goed. Vind ik zelf voor deze prijsklasse. Ze hebben een mooi midden en hoog. En er zit ook echt enorm veel bas in. Dus ik denk zelf, hou je van bas, zijn dit misschien toch wel echt wel oordopjes die je misschien heel erg fijn gaat vinden. Maar ja, de passing is heel persoonlijk. Dat merk ik wel. Bij mij zitten ze redelijk. Bij de anderen zitten ze heel goed. En sommige vallen, bij andere mensen vallen ze gewoon continu eigenlijk uit je oren. En dat vind ik ook jammer, want weet je wat het is bij die andere doppies? Daar ken je uiteindelijk altijd wel de optie om ja, zelf even te zeggen van joh, ik doe er andere siliconen dopjes op. En nu kan ik hem eenvoudig gewoon aanpassen en dat kan bij deze niet. En ja, de touch, ik moet zeggen, ik zit er al een tijdje mee te vechten van waar zit het nou precies? Uiteindelijk heb ik het gevonden. Op zich, het reageert best wel goed, maar ik ben er niet echt heel groot fan van. Maar goed, wat vinden we dan van de True Wireless AirBuds van Fresh and Rebel die ik bij de Action heb gekocht? Nou, ik moet je zeggen dat als ik kijk even naar het kastje of de docking station, hoe je het wil noemen. Ik vind het zeker niet verkeerd. Het is qua bouw ook niet verkeerd. Ja goed, je zult het niet vaak moeten laten stuiten, want dan gaat het uiteindelijk allemaal kapot. Maar in het algemeen ben ik wel zeer over te spreken. Wat ik wel fijn vind dat hij hier aan de zijkanten ledjes heeft, zoals je kunt zien. Het mechanisme van het bakkie is ook erg goed, want je kan in principe gewoon heel makkelijk eens erin doen en weer opladen. Ik vind het heel prettig, niet te groot, dus dat is wel. Het geluidskwaliteit, daar was ik op zich wel over te spreken, maar dat is ook een beetje persoonlijke smaak. Hij heeft lekker veel bas, dus daar hou ik wel van. Daarnaast de middenhoog, het stereo klinkt echt wel goed. Dus kwalitatief ben ik wel over te spreken. Het enige wat ik jammer vind, dat ze de ja, soort Apple-achtige oordopjes zijn gegaan. Bij mij zitten ze dan wel in mijn oren, maar ze zullen er ook niet echt lang echt in blijven zitten. En ik merk dat ze op een gegeven moment wel los gaan zitten en dan ga je er weer verliezen. Kortom, dit zijgedeelte gaat altijd een beetje zitten
ja, zit een schaaf in mijn oor gehangen, in mijn gehoorgang. Ik vind het gewoon echt niet fijn. Kortom, ja, daar zijn wat nadelen aan. Maar goed, dat hebben we en dan kunnen we ook niet anders wachten voor de prijs. Ja, de tijd dat hij meegaat, dat is natuurlijk bepalend. Natuurlijk voor kwaliteit ook vaak. Voor de rest, hij gaat vrij lang mee als we de verpakking mogen geloven. Ik wil je veel bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Druk op het belletje, want dan zie ik jou weer de volgende keer.